Valazie, de laatste mail. En cent. Want vanavond is het weer zover. Kerstfeest. Zo klassiek als de kalkoen zelf. Iedereen samen, pakjes onder de kerstboom en veel kroketten. Heerlijk voorspelbaar allemaal. En dat begint al als ik toekom met de bloemen. Maar jongen toch, dat doen we toch niet moeten doen? En zo groot. Terwijl dat eigenlijk de vaas wel al elk jaar klaar staat. En voor ons vader is het tegenwoordig cava. Want ik zeg altijd, beter een goede cava dan een slechte champagne. Maar jongen toch, jij moest bij de kerstballen passen zeker. Ons moeder is niet meer mee, hè. Want kijk hier, in de Mijn Magazines-app. Laat het maar knallen. Rood is weer helemaal in. Of over een beleggingen. Vroeger moest ik dan afhaken. De mil 20. Zo schommelen. Dat is precies om zeeziek van te worden. Maar daar heb ik iets op gevonden. Oké, maar dat is door de rente. Want de grote Belgische aandelen, die doen het wel goed. Dat zal even schrikken zijn voor onze Bart. Dat ik dat weet. En tegen dan is de kalkoen van ons vader gereed. Tadaa! Kalkoen met risotto. Geen kroketjes? Ah, hier. Kroketjes van risotto. Tadaam! Oef, oef. Oef, oef.